Nieuwsradio. Zaken doen met. Ja, alles is tegenwoordig als abonnement te krijgen. Van maaltijdbox, scheermesjes, kattenbak, tampons, het houdt niet op. En aan dat rijtje kunnen we vanaf vandaag ook een hele interessante, spannende toevoegen. Althans, volgens sommigen, seksspeeltjes. Jasper Delissen van Redbox, en dat is met 3X'en, die heeft dat gelanceerd. Een verrassingspakket vol met handboeien, tepelklemmen en vibrators? Onder andere, René. Oké, wat zit er nog bij wat ik hier niet opnoem? Heel veel spannende zaken, maar het blijft altijd een verrassing. Want het is voor het koppel om het samen te ontdekken. Noem eens wat. Ik noem dus die handboeien, tepelklemmen en vibrators. Wat zit er nog meer in? Iets vibrerend zeg je heel goed. Maar het gaat vooral om de beleving. Dat is eigenlijk het belangrijkste. De Redbox is een sexy surprise box. Voor koppels die wel van een spelletje houden. Ja, ik snap waarvoor het is. 6,5 jaar heb je gezocht naar een idee voor een bedrijf. En dan kom je uiteindelijk tot dit. Hoe ben je daartoe gekomen? Nou, dat komt omdat ik zelf veel druk ben. Ik werk 60 tot 70 uur in de week. Ik ga ook veel naar het buitenland voor mijn bedrijf. Ah, geen tijd voor je vriendin, denk ik dan. Juist, te weinig tijd voor mijn vriendin. Echt jammer, want zij verdient het wel. Ze is er altijd voor mij, ze steunt mij. En ik wil er ook graag verrassen op het moment dat ik haar kan verrassen. Alleen als ik haar wil verrassen, is er niks? Heb ik niks? Of is de drempel te groot? Je kent het misschien wel als je naar een seksshop gaat. Dan voel je je eigen wat niet fijn, een beetje oudbollig. Als je op internet shopt, dan zit je samen te kijken. Kijk maar aan alsof we elkaar hebben ontmoet, maar zover is het nog niet. Maar ga verder. Nee, maar als je samen met je partner, als je dan op een website zit te kijken, dan zie je de producten. Ja, dan durf je verlangen en je wensen niet echt uit te spreken. Dus ik wilde iets waar ik mijn vriendin mee kan verrassen. En waar we het toegeschoven krijgen. Dus dat we daardoor kunnen kijken van, hey, gaan we onze grenzen verleggen, ja of nee? En groeien we zo dichter naar elkaar toe in de liefde. Oké, dus die rode doos die hier voor mij staat. Felrood Redbox Love to Surprise staat erop. Dat is een beetje je eigen therapie. Relatietherapie. Ja, klopt. En hoe reageerde je vriendin toen je hiermee kwam? Nou, in het begin was ze wel heel geschrokken. Ze vond het wel een beetje moeilijk, een grijs gebied. Ze dacht van, hey, moet je je naam aan gaan verbinden? Maar op een gegeven moment zijn we het uit gaan werken. En heb ik gezocht voor specialisten. Vooral vrouwen die het concept meegekristalliseerd hebben. En uiteindelijk naar de doelgroep toegegaan. Dat kreeg ik zo'n goede positieve feedback van de doelgroep. En ook van een aantal business coaches die ik heb uit de branche. Die zeiden tegen mij van, hey, dit is heel vernieuwend. Het is een abonnementenmodel wat nu succesvol is. Wat je al aangaf, bijvoorbeeld als een HelloFresh. Dus het is geaccepteerd bij de massa. Je krijgt het. Het is verrassend. Ja, het is heel toegankelijk en daardoor steunt zij mij zeker. Ik krijg dus 1 keer per maand of een periodiek krijg ik dus spulletjes opgestuurd. Ja, 1 keer per 3 maanden. 1 keer per 3 maanden, ja. Krijg ik een doos en er zitten allerlei spullen in die jullie voor gesorteerd hebben. Juist, klopt. Ja, en die sorteren wij voor met een doelgroep, dus een testpanel. En uiteindelijk, we zijn 15 december zijn we gelanceerd, de jongstleden. En uiteindelijk door onze abonnees gaan wij leren. Dus gaan wij kijken van, hey, wat zijn hun wensen en behoeften? Wat missen ze of wat willen ze in de volgende box, wat willen ze daarin in krijgen? En daar gaan we naar luisteren en die gaan wij samen met onze mensen gaan we die ontwikkelen. Ja, ik ga de doos openmaken. Spannend moment. We hebben geen roffel eronder, maar eens kijken. Hij is mooi vormgeven, moet ik zeggen. Dankjewel. En niet zozeer omdat hij simpel vierkant is, maar gewoon het materiaal. En wat zie ik hier? Een doosje Shunga Erotic Art. Divine Oral Pleasure Gloss Luster Pour Plaisir Oral Divine. Er zitten een paar stukjes in, een paar dingetjes in. Dit is dus wat mensen 1 keer per maand thuis krijgen. Ja, zeker. Krijg je 1 keer per maand thuis. Er zit een papier bij wat erin zit, begrijp ik. Juist, klopt, zeker. Dat is de storytelling, het verhaal wat je samen met je partner, wat je gaat lezen en hoe dat je de producten kunt gaan beleven. Daarnaast krijg je elke vrijdag krijg je een tip of een trick. Hè? Dus je wordt er ook al naartoe geleefd, zeg maar, dat je volgende box komt. Via je mobieltje? Nu nog via de website. Maar dat zal straks wel inderdaad verder ontwikkeling via je mobieltje gaan gebeuren. En je hebt ook een secret page die je als abonnee krijgt met je eigen toegangscode. Waar je nog meer tips en tricks en ook filmpjes over de producten kunt vinden. Zodat je producten goed kunt beleven. Abonnementsvorm, hoeveel betaal ik? 49, 59, 69. Dat ligt aan het type van spice wat je hebt. Je hebt nu de Seduce voor je. Die kost €59. Er zit ook een kabeltje, USB-kabel aan met een soort van rubberen ring. En een koptelefoon of zo. Nou, in elk geval een draadje. Wat moet ik me daarbij voor? Ja, ik begin het geloof ik te raden. Juist. Maar vertel toch maar even heel netjes. We zitten om een beschaafd tijdstip wat het precies is. Juist, dus iets vibrerends. Wat je samen kunt gebruiken in de slaapkamer. Oké, nou, dan houden we het daarop. Het is aan de fantasie van de luisteraar om daar verder over na te denken. Klopt. Goed, ik betaal dus 3 vormen van abonnementen. Hoeveel heb je er al weggezet? Ik heb er enkele tientallen heb ik er verkocht. Ik ben 15 december gelanceerd. Dus net voor de kerstdagen. Dus het was een heel mooi moment om het te lanceren. Ik krijg ook goede feedback van de doelgroep. En nu eens kijken van welk marketing kunnen we goed inzetten. Want het is een beetje een grijs gebied. Ja, dus het wordt opgestuurd. Het is niet in de schappen te krijgen in de winkels. Nee, zeker. Okay. Klopt. Dit is bedoeld voor koppels. Dat zie ik ook aan de paar spulletjes die erin zitten. Klopt. Dan vraag ik me af, maak je varianten voor de vrijgezellenman? Misschien een vrijgezellenvrouw.
de singles, de lesbo's, de homo's? Ja, het is op dit moment echt puur bedoeld voor koppels. Zeker ook qua marktintroductie. Hetero-koppels? Ja, juist, hetero-koppels, klopt. We zijn al bezig met ontwikkeling voor homostellen en voor lesbiennes. Om daar ook een bepaalde box voor te gaan ontwikkelen. En de toekomst zou het wel breder kunnen zijn. Alleen we willen wel echt zorgen op de relatie. En dus dat je elkaar beter leert kennen in de relatie. Dat je elkaars grenzen op gaat zoeken. En daar is de Redbox eigenlijk een tool van. Maar door het delen van die tips en tricks leer je elkaar kennen. En ja, als je al opstaat met een glimlach naar je partner toe. En dan groei je al meer naar elkaar toe. Ja, dus alle andere doelgroepen die gaan klagen bij jou. Want die willen ook wat. Maar daar ben je dus mee in ontwikkeling. Ja. In Duitsland kennen we natuurlijk Beate Oesje, Christine Leduc in Frankrijk, Pabo in Nederland. Daar concurreer je mee? Ik denk het uiteindelijk wel. Want het zijn uiteindelijk wel producten die ook bij hun verkocht worden. En wat ik net aangaf in het begin, van de drempel naar seksshop, de keuzestress met shop op internet. Ik denk dat dit heel veel vergemakkelijkt en zorgt voor een automatische verrassing die elke 3 maanden bij je binnenkomt. En elke vrijdag een tip of een trick. Je laat het in China maken, gok ik. Gedeeltelijk. De hardware via het bedrijf We Are Asia, waar ik mede-eigenaar van ben. Nu 8 jaar. En laten we de hardware daar maken. De cosmetica die komt deels uit Canada en deels uit Europa. En dat die wel getest moet zijn volgens de richtlijnen hier. Allemaal veilig en proven. Wat is nou je stip op de horizon voor de volgende stap? De volgende stap is zeker een marketing-expansie. Dus dat we het eerste jaar een pad volume kunnen draaien. En in de toekomst kijken naar potentiële investeerder. Die het en ook, wat heb je nodig aan investering? Het bedrag weet ik dusdanig niet. Ik kan het eerste jaar kan ik zelf financieren. Alleen als we echt grote stappen willen maken, dan hebben we gewoon een investeerder nodig. Dus dan praat je wel over een aanzienlijk bedrag wat daarvoor nodig is in marketing. Aanzienlijk, zeg het. Ik durf zo geen getal te zeggen, René. Moet ik in tonnen denken? Het ligt eraan wat de investeerder wil en welk plan we samen gaan uitstippelen betreft de verkoopaantallen. Het is wel Redbox, love to surprise. Dus de naam zegt het al schaalbaar Europees bedacht, Europees neergezet. Dus we kunnen het uitrollen, maar we willen eerst in Nederland beginnen en het model bijschaven waar de consument het vraagt. En daar wens ik je heel veel succes bij, Jasper Delissen van Redbox. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zaken doen met.